volume in 013 in Tilburg wordt beter gecontroleerd. Samen met enkele andere Nederlandse concertzalen is vrijdag een convenant getekend voor betere volumeafspraken. Bij MES in Breda, de Effenaar in Eindhoven, maar ook in ons eigen 013 wordt voortaan extra goed gecontroleerd op het volume bij concerten. Vrijdag hebben de zalen een convenant getekend op verzoek van staatssecretaris Martin van Rijn. We hebben al ik geloof 3 jaar geleden of zo een convenant getekend dat op 103 dB zit. Dus we houden het volume zoals we het altijd doen, houden we gewoon zo. Alleen we maken daar striktere afspraken over. En dat doen we door geluidsapparatuur of meetapparatuur te gaan installeren die bewijst dat wij ook op die 103 dB blijven zitten. Terwijl in de oude situatie, ja, als een band echt heel erg doorduwde, dan wil die wel eens 104, 105, zelfs 106 dB gaan. Maar in principe doen we altijd al 103 dB. Het geluid moet 103 decibel zijn. Er wordt gespeculeerd dat sommige zalen 130 decibel voeren. Maar dit heeft 013 nooit gedaan. Nou, 130 dB is ongeveer als je je oor tegen de motor van een straaljager aanlegt. En die op allerhardst gas geeft. Dat kan niet. Dan komt, spuit het bloed uit je oren uit. Dat bestaat niet. 103 dB is wat we altijd al doen. Nou, we controleren het altijd wel. We hebben de decibelmeter bij de geluidstafel liggen. We willen gewoon dat het gewoon goed is, dat het geluid lekker klinkt, maar niet te hard. Ook wij vinden het gewoon belangrijk dat het voor mensen in oren gewoon goed is natuurlijk. Alleen nu, omdat er op allerlei plekken mensen, dat toch blijkt dat mensen meer last van het geluid op hun oren hebben. Vooral in de bouw hoor je het veel. En wat denk je van al die iPods en alles op je oren? Want dat gaat pas echt hard, hè? Dus, maar ja, wij zijn ook onderdeel van het geluidsspectrum. Dus wij willen gewoon nog beter zorgen dat het allemaal goed is. Ja, bands willen gewoon, bands zijn net kinderen, die willen vooral spelen. En sommigen willen gewoon hard. Maar dan zeggen we, ja, sorry, maar het gaat gewoon om onze regel is 103 en zo houden we het. Want ik denk ook echt dat mensen te weinig aandacht hebben voor hun oren, terwijl je er heel je leven mee moet doen en zich niet herstelt. Dus in zoverre vind ik het ook goed dat er een betere campagne plaats gaat vinden en dat we die oordoppen op meer plekken aanbieden. Maar in principe doen we het allemaal al, we gaan het alleen gewoon nog een beetje mooier doen.